Recording. Ja, goedemorgen. Vandaag ga ik het thema van deze video is de invloed van COVID-19 op mijn werk. Ik ga met de motor. Heb ik hier al een. Dat is het merk Ugly Brows, is dat denk ik dat het hier staat. Maar dat is eigenlijk gewoon een kopie van, een Chinese kopie van. Wat is het origineel weer? Ik ben de naam van het origineel zelf kwijt. Maar dat is eigenlijk gewoon een handige waterdichte tas. Dat je in drie formaten hebt. Die met zo die ijzertjes. En dan kun je dat vastjorren. Vrij goed systeem. Ik heb een tijdje met een rugzak gereden naar mijn werk. Maar ik heb die niet graag op mijn rug. Zeker niet als het warm is. En als je een ongeval hebt, is dat niet zo interessant naar het schijnt. Omdat dat je rug kan kwetsen. Of je vallen op een vreemde manier kan beïnvloeden. Maar en dan heb ik die hier gebonden met rockstraps. Dat werkte ook heel goed. Daar was ik ook super content van. Maar die rugzak was niet waterdicht. Dat was het grote probleem met die rugzak. Dus dan moest ik daar een goes over doen. En dat was weer te veel werk. Terwijl dit is volledig waterdicht. Zo rap gaat niet loskomen. En als het loskomt, weet ik hem liggen hè, achter mij. Hier. Dat is voor een afstandelijke video, daar kom ik nog op terug. Ah ja, omdat ik geen handrem heb op die motor. En hij staat hier op een helling geparkeerd, doe ik dat zo. Als je een zero hebt, kun je best ook een garage hebben. Ik heb al veel horrorverhalen gelezen over motorfietsen die in de regen staan, die niet meer werken. Nu deze werkt, ik ga direct starten, ik ga het direct zien. Die staan normaal gezien altijd in de garage. Maar die is nu gevloerd, de garage. Dus nu moet hij een week buiten staan. 80%, ja, dat is genoeg. Ik heb mijn lader mee ook. Zeg. Het is al laat, hè. Ja, de invloed van corona, COVID-19 op mijn werk, daar wou ik het over hebben. Hè. Ik kom net tot besef dat ik geen handschoenen aan heb. Ja. Oké, dus de invloed van COVID-19 op mijn werk. Dus wat doe ik van werk? Ik ben zelfstandig softwareontwikkelaar. Dus dat wil gewoon zeggen dat ik voor eigen rekening werk. Maar ik heb wel één grote klant op dit moment. Een financiële instelling, de WAC doet er nu niet toe. Maar het is dus voor mij de impact. Mijn opdracht is blijven lopen. Dus in dat opzicht heb ik eigenlijk weinig. Financieel merk ik er niet veel van. Omdat die opdracht blijven lopen is. Maar de manier van werken is wel volledig veranderd. Dus net als de meeste bedrijven, denk ik, in België, is sinds 15 maart een volledige lockdown. Dit jaar is iedereen verplicht geweest van volledig van thuis te werken. En dan na 2 maanden zeker was het, denk ik, bij de eerste versoepeling. Dan hebben ze een systeem in voege gebracht. Ja, op zich, van thuiswerken voor mij is niet echt een probleem, omdat ik meld aan via VPN enzovoort. Ik kan perfect van thuis mijn werk doen. Vergaderingen bellen we in. Dus dat werkt allemaal perfect. Dat heeft weinig invloed op mijn werk. Integendeel, ik zou zeggen dat ik soms meer gedaan krijg van thuis dan op kantoor. Maar dan, sinds de versoepeling hebben ze dan een systeem bedacht waarbij dat er 3 teams zijn. Dus 3 groepen. En elke groep is afwisselend op kantoor of thuis. Dus in de praktijk zit je in 1 groep, dus ben je 2 weken thuis en 1 week op kantoor. En dan, wat ze dan doen is, als er elk weekend wordt er dan door een kuisploeg extra gekuist en ontsmet tussen de verschillende teams in.
En de bureaus er zitten altijd, je zit altijd maar met een derde van de bezetting dus daardoor. En dan de, dat is mijn vriendin die de kindjes naar school gebracht heeft, zo laat is het dus. Dus je zit dus altijd in een bepaalde groep en die groepen ontmoeten elkaar daardoor niet. Dus als er in ene groep een besmetting vastgesteld wordt, dan, ja, dan beperkt zich dat tot die groep. Ik denk dat dat de voornaamste reden is. Maar het zal ook wel te maken hebben met controle volgens mij. Dat is, want ja, die opdrachtgever heeft nogal een geschiedenis als het gaat over thuiswerk. Want ik zei eerder al dat we dus dat voor mij op zich technisch gezien geen enkel probleem is. En ze hebben de infrastructuur enzovoort. Alles is erop voorzien om van thuis te werken. En ze hebben jaren geleden, want ik zit al een tijdje bij die klant ondertussen. Ze hebben jaren geleden hebben ze thuiswerk toegelaten. Eerst was dat zonder limitering en moesten gewoon zelf beslissen wanneer. Of dat was zelf eerst met pilootprojecten dat er maar een paar groepen mochten van thuiswerken. Dan is dat over heel de firma verspreid geweest. Maar dan op een bepaald moment moet er waarschijnlijk misbruik van gemaakt geweest zijn ofzo. Ik weet niet, het is nooit echt heel duidelijk gecommuniceerd tot in details wat de reden was. Maar op een bepaald moment is dan de verdeling aangepast. Je hebt, dus wij zijn zogezegd de externe medewerkers. Dus we staan wel op de payroll van dat bedrijf, maar we zijn geen interne medewerkers. En dan hadden ze eerst het verschil gemaakt tussen interne en externe medewerkers, waarbij dat interne nog altijd konden kiezen wanneer van thuis en de externe mochten maximaal 2 dagen van thuis, was het denk ik. Dat is op zich voor mij ook geen probleem. Dat verschil tussen intern en extern, ja, dat is onnozel, maar dat zal er altijd wel zijn. Er is sowieso een verschil, want wij moeten bijvoorbeeld ook andere uren werken en zo. Wij worden 8 uur per dag gefactureerd. Zij moeten 7 uur en wat is het, 36 minuten of zo moeten zij werken. Iets in die zin. Maar dus dat was op dat vlak van thuiswerken verschil voor mij nog altijd oké. 2 dagen van thuis is eigenlijk voor mij meer dan voldoende. Maar dan moet er opnieuw, pak dat we dat weer een jaar verder waren, moet er opnieuw iets gebeurd zijn of vastgesteld zijn van misbruik of iets in die zin. Want dan hebben ze plots het thuiswerken voor de externe medewerkers afgeschaft en voor de interne medewerkers beperkt tot 2 dagen in de week. We hebben ook leidende uren sowieso, dus al goed, want het is bijna 9 uur. Ze hebben dat dus uiteindelijk voor de externe medewerkers volledig afgeschaft. En toen was er plots corona, COVID-19, en dan hebben ze dus voor iedereen thuiswerk terug moeten invoeren. Waarom dat systeem? Ja, ik vermoed dat dat aan de ene kant ook wel met controle te maken heeft. Hè. Het is ook niet dat heel dat gebouw, dus dat gebouw is maar met een derde van de bezetting. En ik wisselde vroeger tussen 2 verschillende gebouwen. Dat mag ik ook niet meer. Ik moet dus in het ene gebouw blijven nu. En altijd naar hetzelfde gebouw terugkeren. Dus mijn collega's in het andere gebouw heb ik nu al 4 maanden of zo niet meer gezien. Ik heb mijn badge mee, dat mag ik niet vergeten dat ik binnen raak. En bijvoorbeeld de rafter is niet open, de keuken is niet open, er is geen keukenpersoneel aanwezig. Als je aan je bureau zelf zit, moet je je eigen toetsenbord en muis uit je kastje halen, uit je locker halen. En die gebruiken, je moet ook, de plaatsen zijn aangeduid, dus je kunt nooit naast iemand zitten, zit altijd schuin tegenover iemand. Goed, het is echt frisjes, 15 graden, ik heb mijn binnenvoering niet eens mee. Ik ga eens beginnen met mijn mouwen dicht te doen, dat zal mij helpen. En als je rondwandelt in het gebouw, dan moet je je mondmasker heb ik ook mee, ja, moet je je mondmasker aandoen. Dus dat zijn zo wat, er zijn overal dingetjes om te ontsmetten en zo. Ik geloof dat is het airco-systeem, wat was een uitleg weer, ze spoelen het airco-systeem of zo. Of de lucht die in het airco-systeem gaat, wordt extra gespoeld of iets in die zin. Maar ja, dus voor mij de impact is, hun aandeel zijn beursgenoteerd is, is in maart zelf natuurlijk gekelderd, maar is ondertussen ook alweer schoon hersteld. Nog niet op de oorspronkelijke waarden hoor, maar toch wel, het komt toch redelijk in de buurt. En dat komt ook wel weer goed, is in de rondsen ondertussen. Komen ze biedt op de N16, dat is gewoon een rechte weg naar kantoor.